Prachtige stad Groningen wil de bruisende hoofdstad zijn van het noorden. Met een gezellig uitgaansleven, waaronder theater, cafés, dansclubs, sfeervolle terrasjes en activiteiten die de stad organiseert. Daarin kan de gemeente vervelende lastpakken niet gebruiken. De gemeente gaat daarom nog meer maatregelen nemen om het uitgaansleven in de stad gezelliger en veiliger te maken. Want met hoeveel geweldsincidenten hebben jullie eigenlijk te maken in een jaar in het uitgaansleven? Ja, dat is altijd moeilijk precies te noemen, maar laten we zeggen het cameragebied. Dan hebben we zo'n 4.500 incidenten op jaarbasis. Daar zijn we vaak bij. En je ziet dat het aantal aanhoudingen steeds groter wordt in dat gebied, omdat we er bovenop zitten en de samenwerking met alle partners daar goed is. Ja, je hoort vaak van zinloos geweld en je weet nooit wat er gebeurt op grote markten en de politie treedt niet echt goed op. Zo nu en dan zie je best wel veel politie. De camera's hangen echt zeer goed, want ik heb zelf dus ook, ik doe zelf ook brandalarminstallaties. Ik vind dat ze goed hangen hier, een goede optie observatie nemen. Maar visueel is toch de beste beveiliging. Dus als er hier agenten lopen, is goed. Sinds 2001 is het convenant veilig uitgaan in de gemeente Groningen van kracht. In het plan zijn afspraken tussen horeca, politie en gemeente vastgelegd. Sinds dat convenant zijn er onder andere camera's in de binnenstad geplaatst en is er 's avonds altijd politie op straat. De gemeente heeft in 2006 een onderzoek laten doen of er nog nieuwe of aanvullende maatregelen konden worden genomen. Hieruit bleek dat er nog meer kan worden gedaan in de strijd tegen geweld. Maar ook dat het gevoel van veiligheid is toegenomen in de afgelopen jaren. Als je al een dikke 7 hebt, is het niet zo makkelijk om een 8 te halen. Dat is waar we het hier over hebben. Maar we willen dat wel. En ik hoop dus dat het lokaal verbod ertoe leidt dat we de echte raddraaiers uit het systeem halen. En dat helpt absoluut. En dan krijgen we ook een 8. Waar in het verleden 40% van de mensen zich wel eens onveilig voelden, is dat nu gedaald tot nog maar 28%. Als ik dat omkeer, dan zegt ze 72% dat hij zich wel redelijk veilig voelt in de binnenstad. En daar ben ik heel blij mee, want dat is heel belangrijk. En hoe komt dat, denkt u? Nou, dat door een combinatie van factoren. Dat is onder andere de zichtbaarheid van de politie op de avonden, dat het belangrijk is. Cameratoezicht, goede samenwerking met de gemeente en de portiers. Dat maakt samen dat Groningen een compact geheel is aan veiligheidsmaatregelen. Dat zie je terug. Er hangen nu camera's in de Poelestraat, in de Peperstraat, in de Grote Markt. Hoe heeft dat gewerkt voor de horeca in Groningen? Ik denk dat dat een hele goede zet is geweest. Daardoor wordt er eigenlijk toch gecreëerd dat mensen het idee hebben dat ze goed in de gaten worden gehouden. En ik denk dat het gewoon prima werkt. Als er incidenten zijn, worden die gewoon sneller onderdrukt. En beelden kunnen ook teruggehaald worden. De juiste mensen worden daardoor opgepakt. Ik vind dat een prima initiatief. Maar voelen de Groningers zich echt zo veilig in hun eigen stad? Of vinden ze dat er nog meer moet worden gedaan aan de veiligheid en de gezelligheid in het uitgaansleven? Hoe veilig vind jij Groningen? Ik heb zelf niet zo heel veel problemen ermee eigenlijk met de veiligheid. Ik vind het eigenlijk wel veilig. Ik weet wel dat heel veel dingen gebeuren. Maar ik moet niet zeggen dat ik het heel veel zie of dat ik het heel veel meemaak tijdens het uitgaan. Dus voor mij is het veilig genoeg momenteel. Persoonlijk voel ik me prima veilig hier. Ik heb wel dat ik door de week voel ik me vaak wat veiliger dan in het weekend. Want in het weekend komt er toch vaak wat ander publiek in de stad. En dan heb ik wel eens het gevoel dat ik denk van nou, zo'n groepje vermijd ik liever even. Maar er is bijvoorbeeld ook te hangen bijvoorbeeld camera's hier in de stad en er loopt ook politie rond. Dat zijn al maatregelen die de gemeente genomen heeft. Merk je daar wat van en voel je je dan ook veiliger of heb je daar niet zoveel mee? In principe nee. Dat denk ik eigenlijk helemaal niet aan. Wat ik zie op straat, dat vind ik belangrijker, zeg maar. Ik denk niet van, oh, daar hangen camera's, dus nu voel ik me veiliger. Nee, dat maakt voor mij niet heel veel verschil. Normaal staat hier altijd een hele grote politiekorps, staat hier gewoon, dus kun je helemaal niks uitvreten. Dus het is perfect. Het is perfect gewoon. Ik heb het gevoel dat ik rustig rond kan lopen zonder dat er gekke dingen gebeuren. En als er wat geks aan de hand is, dan denk ik dat de politie snel ter plaatse is. Ik vind het erg veilig, vooral in de Poelestraat, want daar hangen hier veel camera's, er loopt veel politie rond. En ik ga eigenlijk elke dag door de Poelestraat naar huis. Maar ik ervaar eigenlijk nooit problemen. Ik zie wel eens vechtpartijen, maar dan kan je zo'n politieman aanspreken van, hey, vechtpartij. En dan is het eigenlijk geen probleem. Dus eigenlijk heel veilig, wel in dit gebied. Maar de gebieden achteraf zou ik niet alleen naar huis lopen misschien. De Groninger politie gaat stappers die op straat een overtreding begaan een verblijfsontzegging voor de hele binnenstad opleggen.
Wildplassers en agressievelingen komen dan voor een periode van tussen de 8 uur en 14 dagen het uitgaansgebied niet meer in. Er worden nog twee andere belangrijke nieuwe maatregelen genomen. Als eerste komt er een collectief lokaal verbod. Dat houdt in dat lastige stappers uit de binnenstad kunnen worden geweerd. Als iemand zich echt misdraagt, krijgt hij een lokaal verbod. Maar als hij zich nog een keer misdraagt, komt hij geen enkele horecagelegenheid meer in. Nou, een lokaal verbod krijg je niet zomaar. Ik bedoel, dan moet je het wel redelijk bond gemaakt hebben. Daarnaast moet dan in een afzienbare tijd moet je dus twee keer een lokaal verbod ergens hebben gekregen bij de aangesloten bedrijven. Op het moment dat er twee lokaal verboden liggen van dezelfde persoon, wordt informatie uitgewisseld en dan wordt er gezorgd dat in de zaken die allemaal meedoen deze jongen er niet meer in komt. De eigenaar van de zuidzijde van de Grote Markt, met onder andere de drie gezusters, heeft al ervaring met een collectief lokaal verbod, omdat ze meerdere horecazaken in de stad bezit. Eind jaren 90 heeft ze dit een tijdje toegepast. Ik heb wel heel duidelijk uitgeleerd dat mensen wat huiverig worden. Want als jij niet bij de drie gezusters naar binnen mag en je mag vervolgens daarna ook niet meer bij de Grote Griet naar binnen, daar balen ze gewoon echt van. Iemand die graag uit wil, die wil gewoon bij de zuidzijde naar binnen. En als jij bij één van die zaken een lokaal verbod zou krijgen, dan nou ja, goed, ga je naar de andere toe. Maar als gelijk dat hele rijtje daaronder valt, nou ja, daar zijn ze flink ziek van. Dat werkt goed. De gemeente wil ook de discriminatie in de horeca aangepakken. Hiervoor is het panel deurbeleid ingevoerd. Dit is een commissie waarin gemeente, horeca, politie en meldpunt discriminatie zijn vertegenwoordigd. Ze beoordelen de klachten van mensen die geweigerd zijn in de horeca. Het panel kan een waarschuwing geven aan de zaak. De mensen die vinden dat ze gediscrimineerd worden, die kunnen op een gegeven moment, die krijgen of van de portier of kunnen bij de politie een nummer opvragen waar ze die melding kunnen doen. En dan kunnen ze een brief schrijven, een e-mailtje sturen of telefonisch contact opnemen. En dan wordt zo'n klacht in behandeling genomen. Ik ben zelf eigenlijk best wel vaak gediscrimineerd. Ik ben half Marokkaans en dat is gewoon, daar word je best wel vaak opgepakt. Ik kom wel eens bij kroeg aan en ik hoef maar of gymschoenen aan te hebben of de verkeerde oorbellen in. En ik word al geweigerd. En dat is soms best wel lastig. Dus ik ben wel blij als ze daar iets aan doen. Ik kan me voorstellen dat als je dan 9 bent, dat je dan gewoon, en je komt ergens neer, dan is dat natuurlijk heel vervelend. En dat zou eigenlijk anders moeten. Want we leven in een multiculturele samenleving. En dat houdt dus in dat je met z'n allen een beetje moet geven en nemen. Vanaf 1 juli zijn de nieuwe maatregelen van start gegaan. De gemeente is hier positief over en wil het geweld in het uitgaansleven tegen blijven gaan. Er zijn twee dingen die me dwars zitten. Het eerste is, ik vind hele jonge mensen die ontzettend aan de zuip gaan, dat moet eigenlijk niet. Dat moeten ouders voorkomen. Maar ik vind ook dat, er zijn wel schoolfeesten bijvoorbeeld in sommige gelegenheden. Daar mag dus echt door jonge mensen niet gedronken worden. Daar moeten we scherp op zijn. Als men zich onveilig voelt, dan komt dat omdat mensen agressief zijn, een grote bek geven. En wat ik heel belangrijk zou vinden, is dat die agressiviteit op straat, dat we daar niet alleen met politie, maar ook met omstanders iets over doen. Mensen stellen zich aan, die hebben drank en drugs op, doen gek, maken een enorme herrie. Het helpt enorm als we met elkaar niet accepteren dat dat gebeurt. Dus met andere woorden, politie erbovenop, professionele portiers, camera's, we doen inderdaad heel veel, maar we hebben ook het publiek nodig om de sfeer heel te houden.